Waar moet ik nu naartoe dan? Waar moet ik nu? Hè? Huh? What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan verder met New Super Mario Bros. U Deluxe. En we mogen weer door naar het volgende stukje. En dat is hier bij een eng spokenstil met Boo. Let's go! We hebben 14 levens en ik ben nu weer eens Mario, want ja, dat vind ik ook wel weer leuk. Vorige aflevering waren we volgens mij Toad. Nu dus weer geswitcht eventjes naar Mario, naar de echte enige Nintendo mascotte. En dit is weer zo'n gebiedje waar we weer allemaal door die deurtjes moeten en onze weg moeten zien te vinden hier. Ja, dit wordt wel weer een doolhofje, denk ik. Ik vraag me af of hier links iets is of kunnen... Oh ja, kijk, hij maakt alles kapot, die gast hier zo. En dan kunnen we inderdaad hier een muntje pakken. Kunnen we dan ook weer terug? Oh ja, we kunnen via die kant terug. Gelukkig, ik dacht even dat we opgesloten waren daar zo, jongens. Maar gelukkig zijn we niet opgesloten. We gaan door. Oh, we moeten niet hier in dat vieze smerige water. Of wat het ook mag zijn. In plaats daarvan gaan we even door dit deurtje. En dan moeten we nu dus een ander deurtje zien te pakken. Misschien dit deurtje wel. Waar komen we nu uit? Zie ik daar allemaal ogen? Ja, ik zie allemaal ogen van muizen. En ik heb hier een lichtgevende Yoshi. Dat is chill. Kan die ook gewoon die muizen allemaal opeten? Dat zou ook wel lekker zijn. Kijk, nom 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 nom. Die muizen rennen ook gelijk weg, hè? Oh, lekker, lekker muis. Oh, nom 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 nom. Oh, hey. Kom terug, Yoshi. Dan ging die er bijna vandoor, hè, mijn Yoshi. Ik zie in ieder geval dat we hier dit in kunnen drukken. Oh, dan, ja, kijk, dan hebben we allemaal extra muntjes. Oh, nice. Nu hebben we superveel licht. Dat is lekker. Dat is super chill. En dan gaan we nu maar eens door deze deur. Maar eerst moest Yoshi nog even eten. Oh, dan komen we weer hier uit. Oké, top. Nou, dan gaan we nu deze deur pakken. En dan hebben we ze bijna allemaal gehad. Let's go. Oké, nu als we hier op dit platform staan, dan gaan we naar boven. En hij stopt inderdaad als we dan eraf springen. Dus we moeten niet te veel stoppen, denk ik. We hebben hier nog een lichtgevende Yoshi, maar die verandert in een paddenstoel. Want we hadden al een lichtgevende Yoshi. Nog een bloemetje. En oké, dit gaat wel goed komen, denk ik. Ja, dit gaat prima. Kunnen we dan nog verder omhoog? Hebben we dan een speciale uitgang of een munt of iets dergelijks? Kijk, ja, hier kunnen we in. Hier kunnen we in, jongens. Let's go. Dan moeten we wel even mijn Yoshi weggooien, denk ik. En dan gaan we door deze deur. Let's go! En waar komen we nu uit dan? Oh, Yoshi gaat gezellig mee. Dat is wel chill. Hoppa. Oh, hier kunnen we in. Hier kunnen we in. Ja, muntje. Lekker. Tweede muntje te pakken. We gingen veel te ver naar beneden. Dat was trouwens het derde muntje. En nu zijn we bij de uitgang. Ja, nemen we Yoshi gezellig mee? We nemen Yoshi gezellig mee. Hoppakeetje. Lekker gedaan, Mario. Helaas het middelste muntje niet gevonden. Maar, hé, we hebben wel een geheime uitgang gevonden. Dus dat is ook top. Hé? Oké. Huh? Oh, gaan we nu opeens naar boven of zo? Hé, waar gaan we helemaal naartoe, joh? Ah, kijk eens. Echt een heel nieuw level. Dat is grappig. Daar gaan we naartoe. Super cool. Let's go, Mario. Nu zijn we in het Kassusmoeras. Nog steeds wel in het Kassusmoeras. De Parabeatles. Wat vet. Dit is tof. Oh, daar kunnen we gewoon op staan. Alleen als we er dus te lang op staan, dan zakken ze naar beneden. Oh, nu... Oké, laat maar zitten. We gaan wel gewoon door. We moeten wel, denk ik, een beetje... Waar moet ik nu naartoe dan? Waar moet ik nu? Hè? Huh? Daar snapte ik echt serieus helemaal niks van. Waar moest ik naartoe? Ik kom nergens heen hoor. Oké, let's go. Dan gelijk hier... Nou, ik haal het niet. Dan kan ik hier op. Ja? En dan? Dan kan ik dus op deze... Kan ik hier naartoe? Kan ik hier naartoe? Oh, deze vliegen omhoog. Oh, joh. Deze guys vliegen omhoog. Ik denk al, joh. Waarom kan ik daar... Hoe moet ik daar ooit komen? Ik dacht dat die guys naar beneden vlogen allemaal. Maar ze vliegen dus gewoon naar boven. Ik heb in ieder geval een paddenstoeltje te pakken. Oh, dit is lastig. Ik was in paniek. Oh, Mario. Dit gaat helemaal niet goed. Oké, let's go. Nog een keer. Dus jullie vliegen omhoog. Ah, kijk, jullie vliegen omhoog. Nu snap ik het. Oké, top. Jij vliegt niet omhoog. Jij bent te zwaar. Oké, go. En dan via deze omhoog. Oh man, maar dit is best wel moeilijk, jongens. Oké, ga maar omhoog. Ja, top. Ik sta even hier zo op dit blokje. Zo.
En zo, en zo, en zo, en zo. Kan ik met jou omhoog dan? Ja, top. Lekker. Super. Alright. Hoe ga ik nu verder dan? Ga ik via jou omhoog? Ja, ik ga via jou omhoog. Dan ga ik hier overheen. Man! Al die levertjes die daar naar beneden vallen elke keer. En ik mis ze gewoon. Ik heb elke keer niet door dat ze komen, die levens. Ah, yes. Oké, safe ground, jongens. Veilige grond onder mijn voeten. Dat is ook wel eens lekker. Alright, het volgende stukje. Let's go. Oké. Ik kan die munt wel pakken. Dan moet ik met deze even zo naar beneden, stukje. Ja, top. Lekker, lekker. Goed zo, goed zo. En weer een leventje wat we niet kunnen pakken. Oh man, ja, gaat dit goed? Dit gaat goed? Dit gaat heel goed. En nu moet je naar boven, nu moet je naar boven, vriend. Ja, lekker. Thanks. Dankjewel. Waarom heb ik een peetje dan? Oh, oké. Allemaal extra muntjes daar zo. Top, top, top. Ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven. Ja, ik heb niet zo heel veel gehad aan die extra muntjes. Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké, ga naar boven. Naar boven, naar boven. Lekker. Nu moet ik nog even een klein beetje bouncen op deze. Ja, top. Gaan we nog een beetje zakken. Ja, 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 ja. Lekker. Oh, dit was een moeilijk level, jongens. Oh, maar we zijn er ook nog niet. Ah, dat muntje kunnen we niet pakken. Ah, dat onderste muntje hebben we niet. Potverdorie. Missen we weer een muntje. Wat jammer. Maar goed, we hebben het level wel gehaald. En ik vond het... Ja, ik vond het een lastig level dit. Maar het is gelukt. En waar komen we nu uit dan? Kunnen we nu helemaal hier naartoe, joh? Dit is gewoon een heel ander level. Wat grappig. Skippen we nu gewoon een heel deel van het spel? Dat zou zomaar kunnen. Let's go! Nice! We zijn nu op de slagroomwolken. En daar is Kamek ook weer. Die is weer van de partij. En wie is er nog meer van de partij dan? Hier helemaal. Dit is volgens mij... Ik wou zeggen Lemmy, maar het is Lemmy niet. Dit is natuurlijk Ludwig. En we gaan het eerste leveltje van de slagroomwolken ook gewoon even meepakken. Let's go, een wolk van een wereld. Go, 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 go. Zo, die eekhoorn die hebben we alvast aangepakt, jongens. Lekker, lekker. Allemaal vliegende eekhoorns in dit level. Oké, wat is het plan van dit level? We moeten een beetje hier zo, ja, en dan een beetje hier zo, en een beetje hier zo, en een beetje hier zo meer naar boven, en dan een beetje hier zo, denk ik, naar beneden. Oh, snap. Potverdorie, freaking eekhoorns. Ga eens weg met je eekhoornhoofd. Kan ik hier wel nog wat pakken? Ah, ik mis hem. Ik mis hem. Ik mis hem keihard. Ah, en hier kan je naar boven blijkbaar. Ik weet alleen niet zo goed hoe. Niet op de manier hoe ik dat nu voor ogen had, volgens mij. Ah, dat muntje mis ik. Ah, ik mis veel te veel. Komt er, ja, dat eikeltje komt wel mijn kant op, in ieder geval. Top, dankjewel. Alright. Oké, daar zijn we, jongens. Ah, stomme freaking eekhoorn. Ja, waarom vliegen die eekhoornen me nou steeds in de weg, jongens? Kunnen die eekhoornen niet gewoon even lekker gaan chillen of zo in een boom? Lekker in een boom gaan klimmen en mij met rust laten? Dat zou ik echt heel fijn vinden, familie eekhoorn. Dat zou echt top zijn als jullie dat op die manier willen gaan aanpakken. Waarom ga ik nou weer bovenlangs? Ah, en ik kan er ook niet doorheen. Ah, man. Eekhoorn, wegwezen. Ga lekker beukennootjes plukken of zo. Kom op. Opzouten nou met z'n allen. Op. Opzouten. Wegwezen. Dikke doei. Ja, vlieg jij maar een beetje voor me uit. Oh. Nee! Freaking eekhoornhoofd. Hier, die voor jou. Potverdorie, man. Dan pak ik je broertje wel, hoor. Als jij vervelend gaat doen, pak gewoon je broertje. Dit ging net goed met al die Pity Piranha's hier zo. Lekker, we zijn er, hè? We zijn er. We zijn aan het einde van het level, jongens. Let's go, jump. Lekker Mario. Woe! 1-up erbij. Hoppa. Nice. Mario time. Blijf leuk, blijf leuk. Hoppakee. Leveltje uitgespeeld. Pakken we nog even deze paddenstoel mee. Oké, we moeten niet de meest rechtse van de gele hebben in ieder geval. Niet de meest rechtse van de gele. Dat is het belangrijkste. Anders gaat het helemaal fout. En het liefst de middelste. Ja, degene die nu beneden is. Die moeten we hebben van de roze. Dat is ook top, want dit is namelijk de bloem. Nou weet ik alleen niet welke het beste is van de blauwe. Nou, jij komt naar me toe lopen. Dan mag jij gezellig met mij mee. Ik ben heel benieuwd. Ah, jammer. We hebben toch één keer te pakken.
Maar goed, maakt niet uit. Ik vind het helemaal mooi. Oh, we hebben wel behoorlijk wat items al te pakken. Jongens, ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke video vonden. Doe dan gewoon zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. Wil je meer live zien gamen en dikke prijzen winnen? Volg me dan ook even op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!